dan Robert Biezewig met, ik heb zijn naam opgeschreven, maar ik ben hem kwijt. Axel heet hij in ieder geval. Robert is de man van de stevige backbeats. We hebben net al lekker van hem kunnen genieten. En ik zou zeggen, camera naar Robert Biezewig. Damit begann einer der berühmtesten Kämpfe der Geschichte. Der Riese hieß Goliath und der Hirtenjunge Dagon. Schon erwarten sie das Königskind, dieser eine, der ein bisschen Farbe in die Ödnis bringt. Wir pflanzen trockene Samen, verbrannte Erde. Es ist Gottes Plan, wo und wann ich sterbe. Das Licht geht an, ich stelle mich der ganzen Welt entgegen. Stellvertretend für jene, die nicht mehr selber reden. Ein Held gewesen, lebte arm in einer Millionenstadt. David gegen Goliath. Ja, hoi. Dank jullie wel. Ik hoef helemaal niet te staan, want er is geen publiek. Maar welkom thuis voor de YouTube. En welkom hier nogmaals allemaal. Dank jullie wel van de Slagwerkkrant. Dank je wel Raymond voor deze amazing eerste set. Want ik hoef helemaal niet meer zo veel te vertellen. Ik heb mijn hele band meegenomen vandaag. Dit is Axel Steinmist. On keys. En de rest van de band, mogen we die even zien, is Ableton. Ja, mogen we die even zien? Die session.
En wat we vandaag gaan doen, we laten even zien hoe het bij Motrap werkt. Motrap is een Duitse artiest waar we allebei spelen. Axel woont tegenwoordig in Keulen. We hebben allebei samen gestudeerd in Arnhem. En sinds 2015, toen Raymond begon bij Karel, zijn wij begonnen bij Motrap. Yay. Nou, eigenlijk sinds ik ben begonnen met drummen, de eerste gig die ik had was nog met Metronoom, Hans en Thomas, 2008. Maar de tweede gig, het tweede telefoontje wat ik kreeg was Tjeerd Oosterhuis van of ik kon invallen voor Ton Dijkman bij Itzilia Romley. En hij zei van, ken je Pro Tools? Hij zei van, ken je Pro Tools? Ik zei van, nou, niet echt op school geleerd of zo, maar wat is het dan? En hij kwam met een nummerblok van een keyboard en een MacBook, had ik ook nog nooit gezien toen. En toen kreeg ik iets wat een beetje daarop leek. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik nooit meer zonder een sequence gewerkt on stage. Bijna niet meer. Zeg maar van, niemand die jazz speelt, belt me. En voor alle andere dingen ga je tegenwoordig met sequence spelen. Dus, en bij Motrap is het zo, de hele band zit eigenlijk in een laptop. Want het is hip-hop muziek en je werkt met onwijs veel samples en geluiden. En alles wat niet daarin zit, gaat de Axel doen. Dus soms gaat hij bassen met de Virus en soms gaat hij key spelen. Wat jullie net hoorden. En wij gaan een beetje meer uitleggen hoe het voor muzikanten is om met een sequence te werken vandaag. Ableton is... Nee, de eerste keer dat ik met Ableton werkte was met Sabrina Starke, 2012. Toen hoefde ik alleen maar start en stop te drukken. En nu is het nog beter, nu hoef ik helemaal niks te doen, want Axel drukt start en stop. Wat kun je verwachten als je gewoon met een sequence gaat spelen? Dat is een beetje, was voor mij een surprise, want de eerste keer dat ik het deed, kwam van links en rechts kwamen allemaal cues op mijn oren van 1, 2, 3, 4, nu gaan we naar het volgende liedje. By the way, over Raymond en de Ladies of Soul, ik mocht één keer invallen wat hij net zei. Daar gebeurde meteen in die medley van 25 minuten, 8 maten gespeeld. Iemand ging fout, dus we lagen allemaal eruit. En hij is echt een wizard, dus hij stond achter het podium helemaal gefixt. Dus 8 liedjes later kwamen we weer op de 1 binnen. Dus, mooi. Wij waren aan het zweten, maar hij was zeker aan het zweten. Dus. Motrap is iets makkelijker, want we gaan geen medleys doen. We hebben losse liedjes en dat is de show intro die we net speelden. Daar gebeurt eigenlijk, die is veel langer, want in het begin heb je nog een basnoot en dan begint het gepraat, zeg maar, van we gaan het zo even laten horen. Maar dan krijg je gewoon een count in en dat is het enige waar je op wilt letten eigenlijk als drummer is dat je die count in krijgt en dat je op de volgende 1 bent. Want dat is nog steeds het werk wat we doen. En daarom heb ik de klik meestal harder dan de rest van de band. Heel klein beetje lead vocals. Heel veel klik. En bas. Dat is lekker voor mij. En dan kunnen we deze even afspelen. Dus hier heb je gewoon een, het is een robot voice, maar het is gewoon leuk als iemand tegen je zegt 1, 2, 3, 4. Veel mensen gaan het zelf inspreken, dus je hebt dan gewoon je muzikale leider, die heeft het ingesproken. En dan wil je op de 1 zijn. Mijn voorkeur is een 8e klik, omdat het gewoon zo is dat wanneer je een show begint, is je adrenaline level iets anders. En alles wat tot BPM 120 is, heb ik graag in een 8e klik. Zodat ik timing-wise niet naast kan zitten. Weet je nog die discussie daarover? Ja. Het was een hele discussie daarover. Van nee, we kunnen gewoon kwaad noten. Nee. Uiteindelijk is het een 8e klik gaan worden. Dus
wat zo gaaf is met Ableton is gewoon, het is makkelijk om de BPM's te veranderen. En dat is soms iets wat er gewoon gaat gebeuren in een show. Sowieso als je met artiesten gaat spelen, dan hebben ze een slechte dag, dan willen ze alles iets langzamer doen. Of juist sneller. En met Ableton is het super handig om last minute changes te doen. Van oké, gaan we het gewoon iets sneller doen vanavond of iets langzamer. Ableton 11 heb ik gehoord, is nog te gek. Maar we hebben sowieso twee songs waar we beat switches hebben gedaan. Dus we hebben gewoon een bekende beat gepakt en die in het liedje verwerkt. En hij gaat die 4 bpm sneller? 3. Het is maar 3, maar het is toch een gevoel. Dus dat maakt het zo mooi, want het blijft gewoon goed voelen. En het voelt eigenlijk best wel alsof we nog muziek aan het maken zijn. We gaan het gewoon spelen. En dan ga ik iets over mijn voorkeur zeggen van wat ik graag in de sequence heb. Omdat er onwijs veel drums in zitten. En zo. Mathematiek heet deze. Und schreibe mich in Rage, sorg alleine für das Gleichgewicht der Waage. Nein, ich bin kein Sklave, der Letzte meiner Art ist wie der Rest von denen. Ich bezweifle mittlerweile hart, dass sie den Test bestehen. Egal, bring mir die besten 10 und pack 20 drauf. Diese neunmal klugen Typen fliegen 8-kantig raus. Wenn der Siegesschläfer wiederkommt und 6 verteilt, wird das 5. Element in seinen Texten erscheinen. Früher 4-Spur-Gerät, Bruder, jetzt MP3. Projekt Nummer 2 zieht direkt auf die 1. Ich nahm viele Differenzen auf der Reise in Kauf. Ich bin die Summe aller Gleichen im Raum. Und die Gleichen geht auf. Die Leute denken, das ist alles im Trick. Doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1. Meine Formel aufzuschreiben hat eine Weile gebraucht. Ich berechne unser Training hinauf. Und die Gleichen geht auf. Die Leute denken, das ist alles im Trick. Doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1. Und auf einmal wurde Neid die Problematik. Bei mir bekam die Sache ihre eigene Dynamik. Nicht leicht zu kontrollieren wie ein reißender Tsunami. Ich weiß nicht, ob's an mir oder einfach am Vertrag liegt. Denn ich hab unterschrieben, die Gelder sind geflossen. Und trotzdem trage ich immer noch dasselbe wie vor Wochen. Glaub mir, nichts hat sich geändert, frag die Leute, die mich kannten. Immer noch der gleiche unter Freunden und Privaten. Keine teuflischen Gedanken, sie fangen an zu reden, wenn es läuft. Stehen in deinem engsten Kreis, aber legen dich aufs Kreuz. Schon mit 10 bin ich bei 9 Freunden vorsichtig geblieben. Ich lernte, dass man 8 gibt, bevor sie dich nur 7. Liegst du 6 Fuß tief, kannst du flirten mit dem Tod. Und bis 5 Sekunden später in der 4. Dimension klopfte 3 Mal auf Holz, bevor sie deine Asche streuen. Lieber 2 echte Feinde als einen falschen Freund. Ich nahm viele Differenzen auf der Reise in Kauf. Ich bin die Summe aller Gleichen im Raum. Und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick. Doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1. Meine Formel aufzuschreiben hat eine Weile gebraucht. Ich berechne unser Timing genau. Und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick. Doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1. Ich hab gelernt, dass eine Narbe auch durch Bargeld nicht halt. Egal ob Minus oder Plus, jedes Mal wird geteilt. Die Parabel, sie steigt und zwar exponentiell. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass sie wächst. Und zwar schnell, auch wenn ich Mathe nicht verstehe. Ich mach kurz einen Prozess, ohne dass ich dabei je meine Wurzeln vergesse. Vom Geburt an zum Crash wird gestartet, kurz durch, ohne Plan oder Nachricht. Kurz für den Test, mache 10 von 9 Punkten, was ein Achtungserfolg. Auf Wolke 7 führt der 6. Sinn zum Fass. Voller Gold war das 5. Rad, heute triumphier ich allein. Auch wenn sie dreist sind und zweifeln, hier steht die 1. Jee. Zelfs een explosie, gewoon in Ableton. Wie heeft die 3 ppm kunnen voelen? Niemand. Ja? 1 iemand. Nou, het was... We hebben gewoon... hoe heet die nog weer? Drop It Like It's Hot van Snoop. Het is, voor live zijn het gewoon dingen die je graag doet.
om de show een beetje boeiender te maken. En kunnen we die nog even zien, Ableton? Wie ooit een beetje in de hip-hop heeft gewerkt. Nee, ladies of zo is volgens mij ook zo. Maar je moet dus deze sporen allemaal ergens vandaan krijgen. En de Drop It Like It's Hot, die kan je misschien krijgen in MP3. Was het een MP3? Ja. Het was een MP3. Hebben we gekocht en gedownload en erin gezet. Maar sommige dingen kan je zelf natuurlijk inspelen, maar heel gauw wil je artiest gewoon horen wat ook op de plaat is. Dus dan moet je gewoon allemaal producers gaan bellen. Kunnen we die sporen hebben? En in mathematiek zit een heel dominant write symbol in. Dat is gewoon het ding. Het is een soort van themaatje in het liedje. Dus we hadden de eerste repetitie in 2015, we kenden elkaar niet. En ik dacht van, ik ga hem gewoon spelen. Waarom niet? Dus gewoon, ik heb een drumstel, ik kan gewoon een write symbol spelen. En Mo zei van, nee, stop. Helemaal, het is helemaal niet de sound. Dus oké, je moest van de sequence komen. Oké, dus write weer in de sequence gezet. En dan, stop, helemaal niet de sound van de snare. Oké, dus de snare weer daarin gezet. Zo ging het gewoon volgens mij met alles even, totdat alles in de sequence stond en wij zaten daar maar en draaiden alleen nog maar Ableton. En toen kwam hij erachter, zeg maar, dat live wel, dat het ook een toegevoegde waarde heeft. En dan ging ik weer switchen van de snare en de kick in Ableton naar de snare en de kick in mijn SPDS, a.k.a. hybrid drums, dat is het enige wat ik nog gebruik, behalve Ableton. Ik heb een kick trigger, een snare trigger, en die sound, zeg maar, van de plaat, de original sample, zit er gewoon nog lichtjes onder mijn snare en mijn kick. De ride zit gewoon nog in de sequence. Je hoort hem front of house, hoor je hem heel goed. Allemaal percussie zit gewoon nog in de sequence. En na een tijdje is het gewoon, zoek je gewoon je ruimte als drummer. Uiteindelijk zijn het allemaal je vriendjes aan het worden. Alle percussie dingen en alle dingen die daarin zitten, zijn je vrienden. En je gaat gewoon met een andere drummer spelen, in principe. En datzelfde is voor toetsen. Eén verhaal. Hij ging gewoon echt een amazing organ programmeren, maar het was niet de juiste sound. Het was gewoon net gewoon mis. Dus het is uiteindelijk allemaal gedubbeld. En zo ken ik sequences. Dus je hebt gewoon wat je allemaal niet kan doen. En dat is bij Ladies of Soul een beetje anders, want je hebt gewoon 20 mensen on stage. Ik heb een paar shows mogen doen. Dus je hebt en een hele band en een vette sequence die gewoon samen moet werken. En bij ons is het, wij zijn gewoon met z'n tweetjes. We hebben één DJ die voor het plaatje, voor het hip-hop plaatje, maar hij scratcht een beetje. En de rest van de muziek komt gewoon van Ableton. En omdat je alles kan inspelen en omdat je gewoon alles live kan laten voelen en klinken, is dat denk ik, gaan we het nooit meer zonder Ableton doen. En dat is ook iets voor de nieuwe muzikanten, voor de jonge drummers van, koop een laptop. Liever een laptop dan 5 symbols. En ga gewoon aan de slag met iets. Gewoon, maakt eigenlijk niet uit. Je kan of die, of die, of die, of Ableton. En nog 3 namen ben ik vergeten. Nee, maar het maakt in principe niet uit. Zeg maar, begin met een DAW en ga beats programmeren en daarmee spelen. We hebben geen tijd meer. We gaan nog één liedje doen van 2 minuten. En die heet Ja. Heel eenvoudig. Maar die gaan we doen omdat er zeer veel trap hi-hats in zitten. En ik ga die niet spelen. Ik heb Oscar trap hi-hats zien spelen. Dat was amazing. Maar ik ga gewoon geen trap hi-hats spelen. Dus daarom heb ik die in de sequence gezet. Thanks. En tot zo. Freitag, hi in einer Bar. Wir kommen erst am Samstag langsam wieder klar. Was ein schöner Sonntag, denn du bist noch da. Wir stehen am Montag verkatert vorm Altar. Wir sagen einfach ja. Jedem
kann so gut aussehen, ich tauch in dein Gesicht. Sag mir, was du brauchst, alles geht auf mich. Ja, die Zeit, sie bleibt stehen, lange geht vorbei, bye. Tanzfläche voll, doch wir sehen nur zwei. Bis jedes Detail in den Hintergrund gerät. Das ist der Moment, in dem Erinnerungen entstehen. Mach Tage zu Sekunden, sehen nur Farben um uns rum. Die Party schon fast um, doch der Abend ist noch jung. Lass den Pegel aufdrehen, jetzt ist Showtime. Lass doch nicht nach Haus gehen, Baby, oh nein. Treff dich an dem Freitag, hi in einer Bar. Ich komm erst am Samstag, langsam wieder klar. Was ein schöner Sonntag, wenn du bist noch da. Wir stehen am Montag verkatert vorm Altar. Wir sagen einfach ja, 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 ja. Heute denken wir nicht nach, 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 ja. Komm, wir sagen einfach ja, 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 ja. Heute denken wir nicht nach, 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 ja. Komm, wir sagen einfach ja, 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 ja. Heute denken wir nicht nach, 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 ja. Komm, wir sagen einfach ja, 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 ja. Heute denken wir nicht nach, 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 ja. Komm, wir sagen einfach ja. Ja, dat was Robert Biezewig met Axel Steinbis. En beide komen nu naar de tafel. Ik begrijp van de regie dat er behoorlijk wat vragen binnenkomen. Dus we gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik wacht nog eventjes tot de mannen hier zijn. Ondertussen kan ik jullie vertellen dat Ableton 20 jaar geleden begonnen is. Klein begonnen, als klein bedrijfje. Maar inmiddels 350 werknemers heeft. En hoofdkantoren in Tokio, Berlijn en Los Angeles, maar liefst. In Europa begonnen, maar inmiddels dus wereldwijd keigroot. Oké, naast mij inmiddels Robert en Axel. Mannen, welkom. Even bijkomen. Hallo. Laten we beginnen met de makkelijkst te beantwoorden vraag. En dat is, Robert, welke drumstokken gebruik jij? Mijn eigen drumstokken. Zijn eigen drumstokken? Tama. Het is een soort van 8A. 8A is mijn favorite, maar hij is... staat gewoon mijn naam op. En Tama. En okay. Ja, ben daar heel blij mee. Zijn dat stokken uit de Oaklab-serie? Die eikenstokken? Of is het nee, het is gewoon Hickory. Nou. Gewoon Hickory, was dat een vraag? Ja, dat was een vraag. Oh, ja. Off topic, maar we off proberen topic. Alles te beantwoorden. Heel analoge natuurlijk. Stokken, maar doen het wel goed. Oké, een andere kijker vraagt of dat er nog een snare meeliep of dat je hem alleen triggerde. Liep nog een snare mee? In welke track? In welke track? Dat vroeg hij er niet bij. Nou, dat zou wel handig zijn om te weten natuurlijk. Ik denk na het eerste nummer. Daar liep er nog een snare mee? Volgens mij, ja, misschien een clap, maar dat weet ik niet. Nou, sowieso een trigger, sowieso de SPDS snare. En die SAP. Oké. Even kijken, dan... Oh ja, er was ook een vraag. Voordat jullie met deze productie het podium opgaan, hoeveel... tijd voorbereiding zit daarin. Wanneer is een show klaar? Inclusieve ruzies. nee, we hebben hier wel best wel 2-3 weken aan gezeten. Ja. Voordat we de eerste repetitie hebben gedaan. Dus dan hebben we afgesproken in de studio, alles in elkaar gezet. Dan kloppen de levels nooit. En dan moet je nog een keer mixen. En dan moet je nog een keer. En dan is het allemaal gewoon. Klopt het allemaal niet wat ik net zei, toch? En, dat hij dan zegt van, oh nee, mijn ride. En nee, die snare moet anders. En dan ga je nog een keer een week. Nou, wat hij het eerste doet, is gewoon die producenten en die engineers gewoon bellen. Om al die sporen te krijgen. En dat duurt heel lang. En dan doe je alles in die project. En ik kijk dat het gewoon altijd een beetje, hoe zeg je, ordentlich. Een beetje netjes is. En dat al die parts zijn benoemd. Verse en chorus en bridge. Dat ik altijd kan springen als er iets misloopt ook. Ja. Dat duurt alleen 1 tot 2 weken. Zodat je kan beginnen met repetitie. Soms wacht je ook een half jaar
En dan moet je gewoon... We hebben één track nu, want hij was, zat vorig jaar bij Beste Zangers van Duitsland. Met Ilse. Ilse zat ook bij Beste Zangers van Duitsland. En toen moesten we een liedje spelen van de show. Maar dan wil je eigenlijk die sporen hebben van het liedje van de show. Maar die kregen we nooit. Dus we die spelen we nog steeds over de opname van de show. Dus over de televisieband heen, live on stage. Dus ja, soms wacht je heel lang. Is dat niet raar dat je gaat iemand begeleiden? Je krijgt zo weinig medewerking, zou ik bijna zeggen. Ja. Dat is raar. Dat is best raar. Het is best raar. Het is gewoon, soms gaat het gewoon zo, toch? Oké. Een andere oplettende kijker, die zei, er staat geen tweede laptop. Werken jullie met een backup laptop ernaast of met één laptop? Normaal hebben we twee, maar gewoon vandaag niet zoveel, hoe zeg je, niet zoveel channels en zo. Dat we gewoon eentje. Juist. Oké, en er vraagt ook nog natuurlijk weer iemand, hoe vaak gaat het dan mis in de praktijk? Is het wel eens gebeurd dat die tweede echt nodig was? Gaat nooit mis. Ja. We hadden één festival, daar ging gewoon alles mis. Uiteindelijk pakte die DJ gewoon MP3's of Spotify heeft die aangezet. En we hebben over Spotify heen gespeeld. En maar dan ben je... je bent soms gewoon kansloos. Dan heb je twee laptops en dan... doet het nog niet. En zit bij jullie de rap, de vocal, ook pre-recorded in de mix? Nee. Zoals bij Lil Kleine bijvoorbeeld? Nee, dat is een echte rapper. En hij heeft een backup ook nog erbij. Nee, hij wil heel graag gewoon zijn eigen ding doen. Hij kan dan niet tegen dat er gewoon dat zijn verses gewoon meelopen. Natuurlijk in de refreintjes en zo. Ja, uiteraard. Oké. Dan gaan we naar de vraag van Colin Leijenaar, die kennen we natuurlijk. Ableton ten opzichte van Cymatic Audio U-Track 24. Wat is het voordeel van Ableton gebruiken ten opzichte van een hardware oplossing als de Cymatic Audio U-Track 24? Ja, daar gaat Joris zo meteen over praten volgens mij. Oké, dus daar komen we nog op terug. Ja. Komen we nog op terug, Colin. Nee, maar dit heeft niks met onze show te maken, toch? Nee, maar één voordeel is dat je bij Ableton altijd nog in kunt en iets kunt veranderen, bijvoorbeeld. Weet je, één keer, bijvoorbeeld, wou je die song hoger hebben? Wou je in een andere key zingen? En ik wil altijd gewoon de mogelijkheid hebben nog in te grijpen of iets te kunnen veranderen. Ja. Want soms hebben die artiesten heel rare ideeën, nog heel vlak voor de show. En dan moet je het gewoon nog kunnen doen. Ja, en dan blij je blij met Ableton. Heel blij. Groetjes aan Colin trouwens. Groetjes aan Colin. Colin krijgt het goed. Oké. Ja. Wat was voor jullie de afweging om te werken op de tijdlijn en niet in de session view van live? Snap je wat ik bedoel? Ja. Oké. Ja, omdat we gewoon... Eigenlijk is de vorm meestal gewoon hetzelfde. Ja. En het is gewoon heel overzichtelijk. En als ik iets wil loopen, dan kan ik dat. Want ik heb alle parts genoemd. En ik heb gewoon... shortcuts of een controller waar ik gewoon na de volgende shortcut kan of weer terug. Ja. En dat is eigenlijk, weet je, eigenlijk is het geen jazz. Dus hoeft niet zo vaak. Oké, ik neem hem even over. We hebben een vraag van Ben Schuttenbelt. En hij vraagt, combineert hij de Ableton met de Roland SPDX? En zo ja, hoe? Of sla je alleen triggers? In dit geval alleen triggers. Ik heb in settings gewerkt waar je gewoon start en stop gaat controleren. Ladies of Soul hadden we ook. Daar heb je een kill switch, zeg maar, naast je hi-hat. Dan kan je gewoon alles even op stop zetten als het misgaat. Of tenminste in de eerste editie was het nog zo. Nu doet Raymond alles, volgens mij. Een kill switch. Ja, en dan is het gewoon klaar. Eigenlijk zou je een kill switch voor zangers en zangeressen moeten hebben. Grapje. Dat is gewoon, als het misgaat, hè, dan zijn het gewoon vormfoutjes meestal die gebeuren. En, of je sequence hangt een keer. Vroeger was het echt ellende met toen we nog niet sophisticated SSD's hadden en zo. Maar het gebeurde gewoon. En als de sequence dan net een 16e of als je pech hebt een 6 tolen achter je is of voor je. Dan moet je hem gewoon uitzetten. En dan moet je maar zo het liedje afmaken. En daarvoor is die kill switch heel handig. Want het is echt een luxe part als je Raymond achter de stage hebt. Die gewoon alles kan zien en alles kan doen. En dan weer op de juiste een is. Maar als je het zelf on stage moet doen. Dan ben je toch ook gefocust op spelen. Ja. Ga je dan harder slaan nog of niet? Ja, altijd. altijd de oplossing. Harder slaan. Als ik niet meer weet wat ik moet doen.
Ga ik gewoon harder slaan. Oké, okay. Ook nog één vraag voor de mensen die misschien net beginnen met dit verhaal. Ook vorige keer ging het al over dat het vaak voorkomt dat de artiest kan praten live op het podium met de muzikanten. Mensen vinden het altijd raar, want hoe kan het dan dat het publiek dat niet hoort? Hoe werkt dat nou eigenlijk met die talkback wat erachter zit? Is dat bij jullie ook altijd het geval? Dat hebben we ook standaard, zeg maar. Wij zijn altijd gewired met de monitorman en met de FOH, front of house. Tijdens de show kan de artiest ons niet horen. Want dat zou hem helemaal gek maken als we dingen hebben van, of als er veranderingen komen in de setlijst of zo en we gaan het gewoon doorspreken of de monitorman zegt van nee, ik heb helemaal geen, ik hoor helemaal geen snare. En zeker die artiest waar wij nu mee spelen, die is, en dat is amazing, want hij is super alert en hij hoort echt alles. Maar dat zal niet handig zijn. Maar het werkt gewoon, in principe heb je een microfoon als deze SM58 met een on and off, kill switch. Nee, we hebben het nu eigenlijk met zo'n optische sensor. Dus ja, als ik zo ga, gaat hij aan. Fancy. Oké. Okay. Deze wired gewoon. Qua tijd moeten wij gaan afsluiten. Jammer. Dankjewel, Robert Biezenwig en Axel Steinbies. Bedankt. Dankjewel. Thanks, guys.